Nou jongens, ik ga niet weer beginnen. Jongens. Hey. Nou. Oké, ik denk dat iedereen weer... Ja, nee, laat. Jongens, zullen we weer een rondje doen? We gaan een rondje doen waarom jij niet uitgestemd zou willen worden. We beginnen bij 24. Bij, nee, echt niet. Laten we bij jawel, Florian jongen. Beginnen. Florian, waarom zou jij niet uit willen? Nou, ik zou graag er niet uit willen. Hou ze met pickaxe, Jaden. Als eerste, omdat ik wil deze keer wel lekker gewoon gaan parcouren. ja. Okay. En gewoon gaan proberen. Ja. En dan maakt met mij. Welke de mensen niet gewoon zijn. Okay. En Bobo. Hou te veel van jullie. Oké. Ik hou ook van jou. Snipes. Ja, eigenlijk basically hetzelfde. Ik heb een paar keer meegedaan. Ik denk dat ik wel wat ervaring heb. En dat, dan zou ik je mensen willen helpen. En, ja, dat is een... Mathieu, denk ik. Nou, ik zal me net als het vorige potje willen opofferen. Oké. Jaden. Dan zijn we daar over uit. En ik heb hier bewijs. Bewijs? Oh, ja, maar je kan ook nog wat anders zien. Maar dat kan ik ook droppen. Ik zou willen, maar oké. Zo kan Score, ik het ook. Games. Noem mij maar Colin Revenger. Oké, Colin, ja. Dit is mijn derde keer dat ik meedoe. Oh, kut, ik heb nog ik ben bijna al in alles goed hierin. Dus, ja, ik ben heel pro. Ja. Jij. Ik wil heel graag, ik wil alle coins proberen te halen en maak me niet voor uit als ik dood ga. Oké, nu ben ik nog over. Ja. Nou ja, ik wil graag ook in game blijven. Ik wil iedereen helpen gewoon met opdracht verder. En daarom zou ik erin willen blijven, dat is de reden. Ja, is goed. Ik moet naar hem luisteren. Als iedereen even onthoudt wie op de stoel zit, we kunnen nu niet echt veel verzinnen. Ja, oké. Wie stemt op Mathieu dan? Denk ik. Wacht, zal ik dat even noteren? Ja, spring als je Mathieu stemt. Heb je een notitie bij je? Ja. Oké, wie stemt er allemaal voor Mathieu uit? Niemand? Oké, Jaden. Spring als je op Jaden stemt. Stem als je op een game in de potvis bent. Oké, ik weet dus dat ga ik onthouden. Oké. Stem als je voor Score Games bent. Pull in. Oké, Jaden. Oké, 4 man. 5. Oké, stem als je voor Fortnite bent. Vind je Fortnite? Oké. Mika doet niet mee. Stem als je voor Florian bent. Ja, oké, dan is het wel duidelijk. Ja, en voor Bobo. Dat is niemand. En voor mij natuurlijk. Oh. 3 man voor mij. Oké. Aardig. Nou, dan staat op het punt, ik zweer. Dan is het Colin die eruit ging, als goed, die had 5 stem om eruit te gaan. Ja, sorry. Dat is echt heel veel. Colin. Ik hou van jullie. Nog veel. Colin, wacht! Ik wil wat doen. Ik hou van je. Colin. Wat is er, jongens? En ook van jou, Mika. Colin. Wat is er, jongens? Dat is mijn zin. Jongens! Doei, Colin! Bye! Doei! Ik wil niet kijken. Hij is gesplet. Oh, we moeten daarheen. Oepsie. Oké. Gaat ze iemand? Echt? Oké, wie wil ik doen? Ik ga het niet meer doen. Ga anders iedereen weer hier staan en dan weer degene die boeren gaat daar staan. Snipes en ik het sowieso niet doen. Snipes, zullen wij het sowieso niet doen? Ah, wij zijn ik ga het nu parcouren hoor. Ik ook niet. Oké, is het Funny Fortnite? Oké. Kom op, Funny! Je hebt de tijd, hè? Nee, neem je tijd. Je hebt de tijd. Vergeet het. Allemaal niet kijken. Jawel, wel kijken. Zet me onder druk. Je hoeft niet naar die andere, je kan gelijk. Hij deed het. Oké, wie gaat nu? Gaat er nog iemand of?
Bobo. Wil jij Bobo? Ik wil konijn zien gesplet worden. Het konijn moet gesplet worden. Kom wil op, je Bobo? Als je niet wil, hoef je niet hoor. Dan moet je hier staan. Oké, hij wil. Is er iemand die nog wilt? Okay, ik wil die op een bocht landen. Ik ook niet. Okay, gaan we deze coin skippen dan? Ja. Oh! Ja, maar maat, het zijn ook nog maar 6 players. Eén iemand kan het nog proberen. Maar er waren net 4 man of zo. Ja, ik ga het niet weer proberen hoor. Ik ook niet, zeker niet. Oké, pak het gewoon. Ik begin te zweten als ik het parcours zie. Ja, precies die. Oké, laten we het niet meer proberen. Nee, we gaan het niet meer doen. Nee, zeker niet. Nee, we gaan gewoon skippen. Oké, nu moeten we rechts nemen, hè? Volgens mij is die best makkelijk haalbaar. Oh, dit is nog stem. Ik ben niet heel goed. En nu ben ik weer met taartje. Ja. Ik wil wel even naar snipe zitten. Snipe, kom. Nee, ik heb een taartje. Nou, als iedereen even gaat zitten, denk ik. Ik ben ja. Ja, dat doe ik wel. Waar is Bobo? Bobo is dood. Oh. Jongens, we gaan vanavond allemaal konijn eten. Oké. Hoe gaan we hier stemmen? Ja, het is lastig. Motief heeft niet veel zin, want ja, iedereen blijft ongeveer bij hetzelfde. Ja, eens. Tenminste, ik blijf bij mijn standpunt. Oké. Ja. Is er iemand misschien die zich wat opofferen? Een stemrondje doen anders, want... Ja. Ja, ik weet niet. Het is dus moeilijk. Iedereen praat, weet je. Het is een keer stil. Het is een moeilijke ronde. Nee, maar iedereen die nog zit, die... Wie hier heeft nog hele goede standpunten waarom die zou willen blijven? Ik weet niet, ja, ik kan mij er nog een keer zeggen. Nou, vertel het, zo. Nou, ik... Ik heb tot nu toe volgens mij elke aflevering al meegedaan. En ik denk dat ik ervaring heb en dat zou ik hier willen delen en mensen willen helpen doorgaan. Nou, ik zou er wel willen zeggen. Je zegt wel, ik heb veel ervaring. Maar dat dan betekent dat je veel ervaring hebt als je een mol zou zijn. Ik denk het, zei ik. Ik denk het. Dus, ja. Ja, ik zou deze keer me of willen opofferen of ik wil bij het volgende parcours het als eerst gaan doen. Dus eigenlijk is het een beetje aan jullie wat jullie willen. Ja. Oké, Jan. Wilt iemand anders nog iets zeggen? Ja, natuurlijk. Gaan we stemmen of wie gaat hier? Ja, laten we allemaal gaan stemmen. Parcours is niet mijn sterkste kant, dus... Ja, als het echt zou moeten, zou ik er wel uit gaan. Daarom. Ja. Ja, oké, wacht. Oké, kijk, wat het is. Als we straks een kan moeten kiezen, is het wel handig om snipe met ervaring te hebben, maar... Maar eigenlijk vertrouw ik snipes ook niet echt. Dat is juist gevaarlijk. Hij zegt dat hij ervaring zou... misschien ervaring heeft. Ja, als hij dan een mol is, dan heeft hij ook ervaring hoe de spelers zou gedragen. Ja, oké. Dus dat vind ik een beetje gevaarlijk als snipers. Maar eigenlijk, ja... Laten we gewoon eigenlijk gaan stemmen nu, dan. Ja. Ja, ik stem voor snipers. Denk ik. Ik ook. Ik ook. Ja, snipers. Jouw snipers. Snipes, sorry, snipes. Maar... Okay, je was mijn maatje, maar het was een beetje verdacht. Snipes. Ja. Snipes wacht. Ik hou van je. En Snipes, ik moet huilen. Ik kan niet kijken, ik kan het niet aan. Doei. Ook niet. Mijn maat. Oké, doei. We moeten verder. Zonder Snipes. Let's go. We moeten verder zonder Snipes. Oké. Ja. Ja, echt. Ja, rechts. Maar ik kan echt niet parcouren, dus ik zal voor deze gaan. Ja. Misschien is het wel winkel.
Welkom kandidaten. Aangezien jullie nog met jullie met z'n vieren zijn, lopen jullie dadelijk door het dodelijke doolhof. Eén van jullie mag gaan begeleiden en de andere drie mogen door het doolhof heen gaan lopen. Pas op, het is een dodelijk doolhof, dus let op waar je loopt. Er zitten een aantal coins in. En zodra degene die begeleidt zegt dat we ermee stoppen, moet iedereen teruggaan en gaan we door naar de volgende kamer. Wie gaat er begeleiden en wie gaat er het parcours doorlopen? Oh, ja. Ik ben best wel goed in begeleiden, want ik heb best wel een goede coördinatie. Ikzelf. Okay. Maar... Ja. Ik ben jongens, niet goed in ik zal mij niet ook begeleiden doen, want... Ja. Niet mij. Ik ken het spel nog niet zo goed. Wie zou fijn in dingen dodgen en een dodelijk doolhof, jongens? Nee, ik echt totaal niet. Ik kan niet. Diegene die mag ik denk dat iemand als jij dan gaat begeleiden. Niet ik? Niet in dodgen ben. Ik? Ja, degene die niet goed in dodgen zou ik kiezen. Ik ben niet goed in dodgen. Hand op zich wel. Als ik een parcours doe, ga ik altijd dood. Oké, dan als jij wilt, zou ik begeleiden als ik jou was. Ja, is goed. En... Ja. Wie nog? Ja. Eigenlijk. Oké, waar beginnen ze? Kijk uit, niet lopen, niet lopen, niet lopen! Oké, aan deze zijkant zit gelijk een trap. En daarvoor ook. Dus let daarop. Ik zei, zit gelijk een trap. Oké, wachten. Nee, jongens, jullie moeten... Terug? Ja, nee, niet daarin! Hier blijven. Kijk uit, daar zit een... Als je nu één verder loopt, zit een trap. Aan de linkerkant. Die zien jullie? Ja, die moet je triggeren. Nee. En dan verderop. Ik dan... heb één... Ja, daar. Daar zit hem. Een trap hier. Weg. Okay. En nu? En dan weer terug. Okay. Waar jullie nu naartoe lopen, ja, daarheen. Daar moeten we heen. Kijk uit, er zit een trap in de hoek. Oppassen, jongen. Hier, trap in de hoek. Oké. Kijk uit. Hier moet je stoppen, want hier wordt Stop! Ik heb hem. Rennen. Oh. Nou, zit er nog ergens anders een munt? Ik ga even kijken. Oh, jongens, ik ga dood. Ja? Nee! 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 Okay. Heel veel blijven wachten waar jullie nu staan. Ja, ik ga even kijken waar de munt is. Ja. Hoe moet je zo lopen? Zo. Waar die eerste munt lag, waar jullie heen liepen. Ja. Daar moet je verder. Moet je wel uitkijken voor alle traps. Zet daarop. Delen. Vinden, kijk uit. Ja, goed zo. Dan kan je dit stukje rechtdoor, zit geen trap. Hiervoor is er wel een trap, die moet je zoeken. En dan moet je de tweede bocht pakken. Ja, die. Kijk uit, om de hoek. Hier gelijk een trap weer. En dan hier om de hoek ook gelijk een trap als je de bocht ommaakt. Daar moet je wel heen. Goed zo. En dan nu weer een trap. Oké. En dat waren... Ja, en dat waren alle mensen. Oh mijn god, je weet... moet terug. Ja, kijk uit, trap. Trap. Oké, ik ben geraakt, rennen. Colin, nee. Ja. Kijk uit. Nee, die kan... Ja, die kan... Nee, moet je wel op. Nee, Colin. Het loopt hier dood, ja. Nu, als jullie nu rechtdoor lopen, ga je een trap in. Loop dood. Niet heen. Welke kant moet ik op? Terug. Ja, terug. En dan deze kant op. Zien jullie mij? Ja, hier. Kijk, trap. Oké, ja, trap. Goed zo. Ja, en dan hier weer twee traps. En dan zijn we klaar. Goed is. Nou, ik heb een HP. Oh! Oh mijn god. Ik heb 20 HP. Oh. Die deur ook dicht hebben. Goed zo jongens, lekker gedaan. Ja, zit hier nog een trap? Zit hier nog een trap? Wat is dood? Ja. Sorry Florian. Oh, ja. Wie gaat er voor? Oké, wie heeft dit ooit gedaan? Mag je hout gebruiken? Oké. Maar we hebben hier geen ballonnen en zo, dus we kunnen... Of nee. Dus jezelf opofferen, of je hebt geluk dat je nog leeft. Ja.
Maar ik wil weten. Ja, wie heeft het? Wie heeft het meeste AP? Nou. Wie is er geraakt door die damage trap? Niemand van jullie toch? Ja, eigenlijk. Maakt dat niet heel veel uit. Maar. Zou hier nog een trap zitten of niet? Dat kunnen we niet weten. Misschien. Want kijk, hier zo. Als je, hier kom je terug. Hier zit sowieso een trap, maar daar ga je goed doorheen. Ja, voor de rest zeker niet echt. Ik heb deze nog nooit gedaan. Ik ook niet. Jaden, wil je opofferen? Het is gewoon proberen. Kom op, Jaden, je kan het. Alsjeblieft, doe het goed. Oh nee, ik heb niet meer. Wacht, ik ga het nog een keer proberen. Je hebt overleefd, stap. Er zit niks, jongens. Er zit geen trap. Nu ook er ook nog doorheen. Ik ga ook. Ja, ik heb hem. Ja, lekker. Ik ook gewoon, maar... Hij is gepakt. Ik heb hem. Er zit niks. Jongens, kom op. We hebben genoeg munten nu. Of, ja... Oké. Oh, sorry. Nou ja, ik zou, misschien klinkt het heel raar, ik zou Mathieu eruit stemmen. Je drong heel erg aan dat Jaden per se door die tunnel moest. Dat, nee, ik vroeg of hij er doorheen wou. Dat is serieus wat ik heb gevraagd. Ja, ik zou gewoon gaan als ik jou was. Maar, zeg maar, dus... hij vroeg of er iemand wou en toen, ja, toen zei ik zelf dat ik wel wou. Ja. Dat was een beetje. Ja, ik zweer dat ik alleen hout heb. Echt, ik zweer het. Maar dat zou je mooi ook doen. Ja, maar ik meen het, maar ja. Ik zweer het op mijn ouders, maar ja. Dat is niet leuk. Ja, we kunnen ook met z'n allen steenpapier schaar doen. Doen die bijna helemaal niks heeft gedaan. Nou, ik zou geen steenpapier schaar doen. Kijk, je wilt helemaal solo gaan. Je gaat helemaal erin zo. Van, ik zou het willen doen. Nou, dat geeft mij toch wel een klein teken dat jij de mol zou zijn, hoor. Hoezo? Nou ja, gewoon, je doet zo. Ja, ik wil doen, ik ga die muur... Ja. Ja, je moet toch ergens mee komen? Ja, maar dat geeft toch wel een klein ik teken. Ik vind nu vandaag eigenlijk dat jij eigenlijk meer doorheen wilt. En dat je zelf er niet uit gaan wilt. Nee, dat is waar. Ik zou er zeker niet uit willen. Nee, en dat is precies hetzelfde. En... Maar even één ding. Ik heb nu heel erg zo'n gevoel dat de game de potvis hem niet is. Want die was om de vorige ronde. Ja, maar dat zegt eigenlijk helemaal niks. Nou, maar dus is stem, een hele hoge kans. Mijn stem zou bij Mathieu blijven, maar dat is mijn stem. Jaden? Ja, ik stem op Kim. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. Dus ik weet al beter gemaakt. Mika mag. Ja, deal. Mika. Nou, Jaden, wie zou jij door willen? Het liefst mezelf, maar als ik iemand zou moeten kiezen, denk ik wel de Game in the Potvis. En jij, Mathieu? Ja, het liefst mezelf, maar als ik moet kiezen, zou ik Jaden kiezen. Want Jaden is best wel... Dan kies ik ook Jaden. Ja, oké. Jaden, kom op, hè.